En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Bezorgdheid of betutteling? Ouderen geen alcohol? Nou, dat vind ik betutteling. Ik eens op, betutteling. Hoe komt ze daar nou bij? Ik drink geen alcohol. In het bejaardenhuis wordt alleen maar advocaatje met slagroom gegeven en geen alcohol. Wat vind je daarvan? Nou, niet aardig. Er zijn wel meer dingen in deze moderne tijd die ik niet begrijp, dus... Ja. Ja, allemaal hele oude mensen en die mogen niks meer. Ja, zo. Het is gewoon te vergezelligen, 1 of 2 glaasjes en wat is erop tegen? Ja. Betutteling. Ja. Gewoon, ik heb er geen ander woord voor. Ja. De mensen worden dan lastig als ze alcohol op hebben. Ja, er is misschien 1 bij, maar dat heb je natuurlijk, of dat dan aan de alcohol ligt. Kijk, als je ouder bent en je hebt beperkingen, dan... Scheiden uit. Nee, het is te gek voor woorden. Nee, laat die mensen toch een borreltje drinken. Dankjewel, betutteling dus. Ja, helemaal mee eens. Dus als je zegt 1 of 2, prima. Maar geen 10 stuks of zo s'avonds. Dat moeten ze dus niet doen. En dan? Zelf stiekem een fles kopen. Nou, dat weet ik ook niet. Nou, misschien een kleine kring nog wat drinken. Misschien, dat weet ik niet. Nou, zou ik met z'n allen proberen op de gang te gaan zetten. Allemaal bij mijn kerel. Ja. Kijk, ik kom uit Amsterdam en het eerste wat ze bij een dokter vragen, altijd ook naar je alcoholgebruik. Dan zeg ik altijd, beginnen ze te lachen. Ik zeg, naar Amsterdamse normen veel te veel, maar naar Wiegerse normen denk ik te weinig. Ja, dus dat kan ook.